Hallo, deze video laat zien hoe je AHN-data in QGIS kan inladen en kan overzetten naar contouren en naar een mesh met behulp van Blender. Hier links staat het stappenplannetje. Dus 6 stapjes, AHN-data ophalen, contouren, dan ga je exporteren. Ik laat het zien aan de hand van een versneld filmpje. Dit is je topo omgeving. De AHN data heb ik ingeladen via PDoc. En die heb ik vervolgens op de goede maat van bijvoorbeeld een perceel geknipt. Zie je in de volgende stap. Dus AN. Dit is het perceel. Nou, als je die eruit hebt gehaald, of je de geotiff hebt geknipt, dan kun je die exporteren naar contourlijnen. Dan ga je naar extractie contours. Nou, je geeft daar de lagen, wat eigenschappen. Ik stel hem in op 0,2 meter. En wat dan even belangrijk is, dat je die aanvinkt en dat je naar 3D shapefile exporteert. Dus hier zeg ik oké, okay, opslaan als. Export QGIS als een shapefile. Nou, dan zul je zien dat die in QGIS ook meteen wordt ingeladen. Kun je het resultaat zien. Dit zit allemaal goed, oké. Okay. Dat is dus stap 2. Nou is hij nog even bezig. Nu zijn de contourlijnen gegenereerd. Even inzoomen. Kijk. Het zijn allemaal dezelfde lijn. En dit zijn dus 3D contourlijnen. En dat kan heel waardevol zijn. Vervolgens kun je in Blender deze contourlijnen met de add-on Blender GIS kun je die inladen en omzetten naar een mesh. Dit import is die shapefile. Het werkt goed met die contouren optie. Ik laat het bestand in. En het voordeel van Blender is dat het heel erg snel werkt. En ja, grafisch is het gewoon geschikt hiervoor. Nou, binnen een mum van tijd heb je hem ingeladen. En zoals je ziet is die 3D. De volgende stap is dan om deze een mesh te geven. Dat doe je met deze optie. Dan kan ik de contourlijnen zelf uitzetten. Hij heeft hier een tin gegenereerd. Nou, dan zet ik de tin uit, hou ik de contouren over. Andersom, deze zet ik uit en dan zie je heel goed je vlak. Nou, het mooie van Blender is dat er heel veel opties zijn om ja, te manipuleren op dit niveau. Dus als je hem terug wil zetten naar een andere resolutie mesh, dan kan dat via verschillende opties. Ik laat nu zien hoe je hem naar vierkante vlakjes kunt leggen. Nou, en vervolgens als je dat hebt gedaan en je hebt een event, kun je hem exporteren naar DXF of naar wat andere formaten. En dan kun je hem in je CAD software gebruiken. Nou, hier laat ik zien hoe ik hem gebruik als een DXF-file, DWG-file. Met een kleurtje heb ik hem gegeven naar hoogte. Maar ja, er zijn allerlei soorten bewerkingen mogelijk.